spelers even allemaal naar het midden van het veld komen. We hoeven de hele dag te strijden, zorgen we dat iedereen bidons krijgt. Ik denk dat het handigste is om dat via de spelers die niet spelen even samen doorgeleiden, dan naar de wedstrijdtafel te komen, om dan even allemaal een bidon te krijgen. Over de spelregels. De begeleiders hebben allemaal een boekje gekregen. Daarin staan alle spelregels. De belangrijkste even voor de keeper is, die mag de bal niet uit de handen trappen. Ja. En de bal mag gepakt worden in de handen tot aan de... Mag ik vragen wie u bent? Ik ben Marloes, ik ben stagiair bij de Jong Foundation. En ik hou me bezig met de opening van de watertappunt en bij de kruisboot in Nederland. En wie bent u? Ik ben Marloes, wethouder onder andere economische zaken, maar ook van onder de beheer openbare ruimte. En daar valt dan de kruisboot onder. En ik vervang een beetje mijn collega voor sport en jeugd, want die kon niet vandaag. Maar ik vind het wel heel leuk om te doen. En we zijn weer apen trots op ons tweede tappunt inmiddels in de gemeente. Maar deze hier, ja, het is geweldig. En het is een mooi initiatief. Want Join the Pipe, die hier aan meedoet, die plaatst bij deze, die bij de Kruidkorst wordt geplaatst, ook een tappunt in een van de ontwikkelingslanden. Dus het is bij deze openen we er eigenlijk twee. Dus...